Op Schiphol hoef je niet lang te zoeken waar de oranje sporters uithangen. Dit is de eerste groep die vertrekt naar Japan. Ja, en ik heb er onwijs veel zin in. Ja, ik kijk er echt naar uit en ben heel erg benieuwd wat het met zich mee gaat brengen. Het komt nu heel dichtbij, het is zo mooi en ja, ik heb er heel veel zin in. Het zijn dus allemaal sporters die in actie komen bij atletiek. Andere sporters komen later. Olivier Hendricks is 18 jaar en de jongste van allemaal. Voor hem worden het zijn eerste spelen. Vroeger was ik van gedroomd, maar ik had nooit verwacht dat ik er al helemaal niet op deze leeftijd al zou staan. Ik deed gewoon de sport omdat ik het leuk vond. Ik ben steeds meer gaan doen omdat ik het leuk vond. Steeds leuker vond. En ik ben daar best aardig in. De Paralympische Spelen beginnen over een kleine 2 weken en worden dus gehouden in Tokio in Japan. Er doen 164 landen aan mee met in totaal ruim 4000 sporters. Het Nederlands team bestaat uit 73 sporters, 42 vrouwen en 31 mannen. Het is wel een moment en dat moment ga ik pakken en daar ga ik van genieten. De vorige Paralympische Zomerspelen deed Nederland het erg goed. In totaal werden er 62 medailles gehaald, waarvan 17 keer goud. Zoals hier bij het zwemmen bijvoorbeeld, het baanwielrennen en atletiek. Esther Vergeer, de leider van de Paralympische ploeg, heeft er alle vertrouwen in dat haar sporters het deze keer ook goed gaan doen. Ik kan denk ik wel zeggen dat ze er goed voor staan. Ze zijn wel fit en heel sterk. En dus super gemotiveerd. Nou, ik verwacht dat het een stuk betere sfeer is dan bij andere toernooien. Omdat het natuurlijk met heel veel sporters bij elkaar zit in het Paralympisch dorp straks. Over medailles doe ik geen uitspraken. Maar wat ik wel heel graag wil, en dat is gewoon vliegen. Weet je wel, dat is mijn motto. Fly baby fly. En gewoon alles loslaten en gewoon gaan. Tja, ze bedoelt hier natuurlijk supersnel vliegen over de atletiekbaan. Maar daarvoor is eerst een andere vliegreis nodig. Dus op naar Tokio.